Ja, daar zitten we, Ineke. Zie je dat? Dat is een tijdje geleden. Het lijkt zo lang geleden, inderdaad. Ja, was in Lelystad. Ja. Maar goed, we zitten hier nu op bij de Zuigerplasbos. Zuigerplas, in het Zuigerplasbos. Om uit te leggen wat we gingen doen. Ja. Net zoals het plakbandpensioen, inderdaad. Maar dat het nu alweer 2,5 jaar geleden is. Ja. Dat we die stap hebben genomen, trouwens. Oh, het intro. Het intro, dat was de allereerste. Ja. Een van de eerste. Oh, dat duurde uren. Dat duurde uren, ja, veel te lang. We zijn bij de kapper. Oh, toen was net corona voorbij. Konden we weer naar de kapper. Ja, maar de kapper. Nou, dankjewel. Ik zal mijn bril wat doen. Oh, kijk eens van een knappe vent. Ja. Moeilijk, hè, ben ik. Ja, soms wel. Kijk, ik weet er zelf wel in. Ja. Goedemorgen. We gaan naar Zuid-Spanje. Oh ja, Portugal. Oh ja, dat was ook wel leuk gedaan. Ja. Dat was trouwens een goede vlog, die nummer 3. Ja. Ik kan wel stellen een bijzondere ochtend. Toen waaide het zo. Ja, dat was de eerste keer dat we dat meemaken. Ja. Dat was wel even schrikkelijk. Dus met de groetjes van ons. Ja. Vanuit een heel zonnig en warm. Oh ja, dat was toen zo warm, ja. Puerto was wel leuk. Gaat allemaal in deze vlog zien. En dat was wel erg koud, want dit was in Dracht, geloof ik. Nee, Dokkum. Dokkum, in Dokkum, ja. Dus, nogmaals, veel foto's van de omgeving. Ja, nou ja, goed, niet in deze vlog, maar in die vlog was dat inderdaad veel foto's. Hé, daar ben ik ook. Ja. Uitgekeken in Wolwinkel. Oh, jij moest weer naar een wolwinkeltje. Ja. Oh, dit is weer Puerto de Mazaron. Ja. Maar dit is de tweede keer, denk ik. Ja. Nee. Of ook nog de eerste keer. Oh, dat zit dan een beetje raar door elkaar. Ja, maar toen maakte hij een praatje vooraf voor de vlog begon. Oh, ja. Puerto de Mazaron. Ja. Vigos. Vigos. Lekker gegeten. Ja, heerlijk paella. Dat is een moeilijk woord voor mij. Ja. En wat hebben we besteld voor eten? Want we gaan voor de eerste keer buiten de deur lunchen. Nou, daar komt ie. Ja. Paella. Dos personas. Hoe heet dat? Paella. Paella. Ineke zit hier tegenover me met een grote smile. En toen sloot je de vlog weer af. Oh ja, de sloot de vlog weer af. Maar ja, dit is ook weer in Nederland volgens mij. Ja, ik denk het wel, ja. Niet blij dat ze niet in beeld hoeft. Want dit is niet bij Zorro of zo. Nee. Of ja, we zitten hier lekker binnen in de kerk. Hoe heet het? Las Torres. Een stukje kaas erbij. Nou, dan sloot ik het inderdaad nog aan het einde af. Hebben we ook heel snel laten varen, geloof ik. Ja. Van Ineke moet ik al wel. Alhoewel, dus deze zitten er nog wel een aantal keer. Ja. Hoewel ik heel veel geknipt heb, dus het is niet zo'n hele lange vlog geworden. Nou, dit was zeker Nederland. Aan de Maas. Ja, neer. Toen stonden we op Kessel. Ja. Camperplaats Kessel. Moet een stukje fietsen. Ja, was een leuk plaatsje, dankzij hiervoor naar Martinstraat. Oh ja, maar haar. Nee, en wij stijgen, kuifje. Filmden we toen al met de DJI of met onze iPhone? Weet ik eigenlijk niet. De iPhone, denk ik. Ik denk het ook, ja. Maar het was wel koud, zo te zien. Ja, anders waren we hier nooit geweest. Dat was het, ja. Anders waren we hier nooit geweest. En dat is trouwens het mooiste van camper, hè? Ja. Je komt op plekken waar je anders nooit komt. Ja. Oh, kijk, onze favoriete camperplaats in Nederland. Goedemiddag. Afslagnagel. Ja. Nou, één van de favorieten, maar we zijn er in ieder geval heel veel geweest. Ja. En we gaan het ook eens een keer laten zien, hè, dat we er naartoe gaan. Dat we maar dat deden we meestal niet. Hè? Nee, dan zeiden we gaan daar en daar naartoe. En dan dat lieten doen. We niks meer zien. En dan lieten we niks zien, nee. Dat hebben we wel een beetje kunnen veranderen, gelukkig. Nagelen natuurlijk, waar anders. Het geitje. Ja, de geit. Dat klinkt een beetje zo van veel, maar dat is absoluut niet. Nee, zeker niet. We hebben het hier enorm naar ons zien. Ja. Dat was het steeds wel, ja. Ja, dat was Schokland. Ja, dat was Schokland, ja. Oh, nee. Denk het niet. Niet? Nee. We zijn een beetje niet zo flauw, hè? Ja. Ik ga filmen. En als je valt, dan stop ik wel met filmen. Dat had ik dus niet gedaan, maar dat mag duidelijk zijn. Maar je deed het niet. Nee. Gaat nog doen, ook te gek. Maar verder gaat het niet, hoor. Gek. Had er helemaal in. Water is koud, denk ik. Ik denk het ook. Ja, ik weet wel zeker. Ik zou het niet doen. Geef me die camera, maar dan doe ik het wel film ik jou. Wat zeg je, Ineke? Geef me die camera, dan film ik jou. Nee, ik ben de filmer, dus dat kan niet helemaal.
Wij gaan vanavond... Oh ja, dat doen we ook niet veel meer, Ineke. Nee, de Omnia. De Omnia. En Esther heeft het recept gevraagd. Nou, dit is het recept wat, er dan, wat ik gegeven heb. Ja, lekker. De salm. Ja, de salm. Ja. Salm. Is niet zo heel moeilijk. Bosuitje. Maar we doen het eigenlijk veel te weinig. Ja. Kersenroom, slagroom. De Omnia gebruiken bedoelen we dan. En de Omnia staat ook al klaar op het vuur. Fornuis. Maar staat er niet. Het ziet er altijd wel lekker uit. Ik heb er meteen wel weer zin in. Ja. Ja, we hebben niet de ingrediënten. Ja, nee. In de salm. En bosui hebben we ook. Ja. Room hebben we. Dus eigenlijk kan het wel. Nee, we hebben de aardappel niet. De zoete aardappel niet. Nee, heb je dat hier in Spanje wel? Weet ik niet. Moeten we eens even kijken. Ja. Maar dit was wel lekker. Of dit is lekker. Ja. Esther, ik zou het maken. Ja. Echt een favoriet van ja. Ons. Ik ga een andere gripper. Gripper aandoen. Dan kan ik met twee handen dit. Ja, maar dat wordt wel heet. Ja. En dat gaat ook in het midden. Laat eens even zien aan de kijkers thuis zien. Lekker wijntje. Lekker wijntje. Ja, als mensen meer over wijn willen weten, moeten ze het gewoon even vragen. Ik heb er uiteindelijk 3 diploma's in. Kopje koffie bij Bakker Bas. Oh, toen was ons camper voor de LPG geslaagd. Ja, om in te bouwen. Ja. De bedoeling is om naar Bruggen te gaan. Of Bruggen. Ja. Was het ook nog koud? Ja, was het ook nog frisje. Nog een kilometertje of 9 à 10. En dan zijn we er weer. Voor onze bestemming voor vandaag. Nou, gaan we ook nog zelf even in beeld? Ja. In onze AWB rode jasjes. Goedemorgen. AWB stel. Leuk dat u bekijkt. Ja, dat deden we toen ook nog, dat subscribers aan. Doen we soms wel, soms niet. Op weg naar Duitsland. Ja. Yeah. Op de fiets. Zijn we weer. Op de grens. Oh ja, toen werd het best wel lekker weer, ja. We hebben lekker buiten gezeten. Ja. Ik kom nog even terug, want nog geen kwartier geleden kregen we een telefoontje van Omroep Flevoland. En vrijdag, dat is de 8 april. Ja, 8 april. Vrijdag 8 april. In de middag komen wij live op Radio Flevoland. Maar ja, goed, dit is 2022 hoor, dus dit is niet nu. Nee, dit was de eerste keer dat we bij Radio Flevoland. We zijn er inmiddels 2 keer geweest. Nee, oh nou, dat was weer een enerverende dag vandaag. Oh ja, de schade in. Oh. Nee, nee. Met televisie en radio. Oh ja, dit was na de uitzending. Ja, het was erg leuk. In Lelystad bij Omroep Flevoland. Ja. Ik ga wassen. Ja, en dat moet ook, hè? Ja, dat moet ook. Wassen. Met ruzie met de stoelen. Ja. Tegenwoordig doe ik dat altijd. Ja, ik laat er jou over. Ja. Nummer 14. Jij doet meestal het slaapgedeelte opruimen in de badkamer. Ik denk dat ik moet gaan helpen. Een beetje je eigen taken. Ja. Oké. Maar dat groeit, hè? Dat gaat best vanzelf. Een weekje of een weekend. Heel apart is dat. Dat is net zoals de indeling van de camper. Ja. Waar alles ligt. Bedankt weer voor het kijken. Ja, zeker. Tot de volgende vlog. Ga koffie drinken maar. Dat doen we ook onderweg. Maar als ze stilstaan, hè? Ja. Niet als we rijden. Niet als we rijden. Dan toch. Nou, je moest je de kost geven. Ja. Nee, dat doen we als we stilstaan. Oh, dit is trouwens weer op naam. Oh, dan zijn we naartoe. Ah. Oh ja. Onze grote vriend. Onze grote vriend. Kijk, daar is die. En wie is er mee? Onze grote wikkel. Ja, was leuk. Ja, was heel leuk, ja. Ja. Nou, we zijn weer op pad. En nu daar weer uit richting Buitenland. Oh ja. Waren we toen bij Schijndel geweest? Ja, vanuit Schijndel. En toen gingen we naar Luxemburg. Zo. Is dat die 11 weken Frankrijk? Ja. Dat is een mooi plekje om even te stoppen. Ja. Maar dat was ook wel een leuk plekje. Ja, ja goed. Daar. Ja, er staat wel eens wat vuilnis. Dus. Dat is gewoon niet het ergste. Ik vond dat je hier een beetje... Kan je even lekker zitten in het zonnetje? Ah, het was niet echt... Je kan het niet goed zien nu. Nee, je kan het ook niet goed zien. Het zag er echt wel een beetje slonzig uit. Zo zonde. Maar goed, het was een leuk plekje. Hallo allemaal. En waar zijn we nu dan? Ik heb eigenlijk geen flauw idee. Maar het is heel mooi. Oh, toen was het warm. Ja, toen was het heet. Echt, toen was het echt heet. Waar zijn we nu? Mei 22. Ja, dat is een goede weer, hè? In een dorpje.
Ja, vlakbij Avignon was dat. Ben jij naar de kapper geweest? Ja, ja. En dat dorpje stadje heet... Met dat irritante jongetje. Renate. Ja. Matteo. Alsjeblieft. Nee, ben ik weer? Ja. Naar de kapper geweest. Dat hoor je op de achtergrond. Dat is hier dat jongetje achter bij de fiets. Matteo. Lekker uit. Hé, Matteo. En toen kwamen we aan. Hier moest ik piepen. Maar dat doe ik niet. Piep de man uit. Ja. Hier kwamen we naar. Ja, hier aan Tiep en dan gingen we naar Canyon. Ja. En daar staan we nu. Deze camping. Dat is echt een mooie plek. Eerst ons plekje. Ja. Ik denk als we aankomen en hij is vrij, dat we die wel weer krijgen van aan. Daar was het warm hoor. Daar was het ook warm, ja. Daar hadden we de voortent nog in. Nee. Niet meer? Nee, die hadden we pas het jaar erop. Oh ja, want die is alleen de luifel. Ja. Je hebt gelijk, die hadden in 2023. Ja, en ook dat heb je daar. Ja. Dat was ook in op Canyon Sumer, op Valverie. 8 uur vanavond. Toen regende het best wel hard en veel. Het begint ineens flink te onweren en te regenen. En dan is het weer mooi weer. Ja, ja. Laat in de middag eigenlijk al. Ja, en dat deden we op de fiets, Antje, vanuit Canje. Dat was goed te doen trouwens. Ja, is het goed fietspad. Ja. Maar hoe laat is het? 4 uur in de middag. Dat is Kineke. Ons favoriete plekje. Ja. Maak je een beetje. Aan de boulevard. Bij, hoe heet dat ook weer? Nou, weet ik niet meer. Nee. Café d'Azur. Café d'Azur. Ah, en onze ijsjes. Ineke in de ijssalon een ijsje aan het bestellen in het Frans. Hey, die meneer achter de toonbank, dat is de vader van Martin. C'est le père de Martin. Oui. Lunchen deden we ook. Ja, en dan het liefst lekker ook uit. Bij Brasserie de Cour. Ja. En dat was hier. Oh, dat was altijd zo fijn. De pizza. Daar wordt Onno gelukkig van. Welkom bij de nieuwe vlog. Nee, dat hebben we nog niet gezegd. Welkom. En Ineke die tikt tegen me aan. Nee, dat is een vorige vlog. Oh, dit was ook in een mooi stadje. Ja. Dorpje. Tegen een berg aan. Dat weten de mensen wel hoor. Ja, misschien tot vervelens toe. Dat is mooi. Ja, dat was echt mooi. Dat is een beetje herrie nu. Ja, dat was leuk te zien. Spectaculair zo door een dorpje heen. Camping de Mont Village. Ja, dat was een mooie camperplaats. Ja. Camperplaats. Ja. Mensen gewoon aanspreken vinden we hartstikke. Oh ja, toen waren we 2 keer herkend. Ja. Maar dat vinden we leuk. Dus als je ons tegenkomt, gewoon. En je hebt wat te vragen of te zeggen, gewoon doen. Camperplaats, ja, dat was ooit een camping. Ja, dat klopt, ja. Goedemorgen allemaal. Oh, hier hadden we de schaduw. Ja. Wat is er gebeurd vandaag? Oh ja, de eerste flinke schade aan de camper. Not. Ja, niet leuk. Maar goed, het is gebeurd. Ik kan niet meer terugdraaien. Nee, maar goed, nee. En het is allemaal weer netjes gerepareerd. Nee. Oh, Zeeland. Oh ja, Zeeland. Die brug, de tunnel. Het is tunnel. Aan elkaar geplakt pensioen. Dus een beetje pensioen en een beetje... Een hele enthousiaste cashier was dat. Ja. Hallo Ineke, waar zijn we? Zundeberg. Oh, daar zitten we alweer in Denemarken. Ja. Zundeborg. Ja, in de haven of... Ja, we zijn in de haven van Zundeborg. Ook een heel apart land, Denemarken. Ja, Zundeborg. Dus ook wel, hebben wij wel een beetje in ons hart gesloten. Laat ik voor mezelf praten, maar... Ik vind het toch echt een mooi land. En zoals jullie zien, we zijn niet de enige. Ja, we gaan wel lekker een restaurantje opzoeken. Ja, het zal niet, hè? Die moet toch eten? Ja. Dat gaan we doen. Want het is mooi weer, het is warm. En 21 graden. En het is rond 12 uur nu. Precies. Ja, precies. Nou, dat is mooi. Oh, wat romantisch. Oh ja. Toen gingen we koffie drinken bij Koningin Margarethe. Ja, maar ze was niet thuis. Nee. En ja, het is nu niet koningin meer, het is nu prinses. Nee, zij heet nog steeds koningin. Hebben ze nog steeds koningin? Frans, het slot in. Moet ik het goed zeggen? Maar ze hebben nu een koning. Titel, ja, ze mag de titel blijven dragen. Oké. Nee, dat zei ik al. Kraasten. Kraasten, always. Stonden er regelmatig bij Stine en Torben. Ja, dit is klopt. Staat niet in de file vlog, maar... Koningin Margaretha. Ik wil een kopje koffie bij me drinken. Nou, ze is er niet. Nou, waar staan we nu stil voor, Ronan? We staan nu stil voor de pont. Om Hamburg te ontwijken. Ja, om Hamburg te ontwijken. Daar rijden we toch wel...
al de veerboot op. En dat ging toen best wel vlot, moet ik zeggen. Goedemorgen. Is het nog morgen? Morgen, ja, het is nog weer net morgen, denk ik. Ja. Oeps, nee, nee, ja, meer dan. Duitsland. Nee, Denemarken. Welkom bij de nieuwe vlog. Ja. Wederom in Denemarken. Ja. Ja. Toen gingen we, moesten we er even tussenuit, of was dat ja, ook niet? Nee, weet ik niet meer. De waxfan is ingebouwd. Ze zeggen, kleren uit en erin. Oeh. Ja, dat was koud. Oh, toen gingen we naar Noorwegen. Kijk, daar gaan we. Ja. Gingen op die katamaran. Op de katamaran, ja. De boot op. Ja. Nou, we zijn in Noorwegen. Dan hadden we de lunch in de lounge. Ja. Met mooi uitzicht en zo. Kijk, toch eens. Oh, dat is echt mooi. Moeten we echt vaker naartoe, hè? Ja. Echt zo mooi. Hebben we ook vrijgestaan? Ja, hebben we ook vrijgestaan. Dat laten we ook nog even zien, ja, volgens mij. Maar dat was inderdaad een mooi land. Dan kon je elke vijf minuten, zei jij, kon je elke vijf stoppen om een foto te maken. Ja, ja, ja. Dat was echt... Kijk, dat is die vrije plek. De plek waar we nu staan. Ik zal even omdraaien. Dan komt... Kijk, dat meer. Ja, dat meer. Dat was, morgen zag je daar de damp boven hangen. Schitterend. Hebben we eigenlijk maar één nachtje gedaan, dat is eigenlijk jammer. Het wildparkeer. We staan op een heel mooi plekje. Maar het waren we nog niet zo zelfvoorzienend als we nu zijn. Nee, dat is zo. Toen hadden we nog maar één zonnepaneel. Dat was en AGM accu. Hey, goedemorgen Orno. Goedemorgen Ineke. Hey, welk land zijn we? Nog de tingeltje van het begin. Ja. Ja. Oh ja, Zweden, dat was ook wel mooi. Dat we het eigenlijk Evren hadden. Zijn we er gelukkig over gegaan. Ik zou zeggen boefjes. Natuurgebied stonden we daar. Ja, in een natuurgebied. Was dat niet die camping waar je en een wasmachine vaatwasser had? En zo'n horeca vaatwasser? Ook Kopenhagen, ook een mooie stad. Ja, ja, dat viel me eigenlijk een beetje tegen, zo'n klein beeld. Ja, maar dat, het is niet groot, dat was het ook wel, maar... Maak jij nog even een foto van... Jammer dat het Denemarken een duur land is. Oh ja, de postzegels zien. Ja, het is wel een heel duur land. Ja. Want wat betalen wij nou voor de postzegels naar Nederland voor per kaart? Oh my god, 36 kronen, oftewel omgerekend 4 euro. Per postzegel, hè? Dus wees blij als je een kaart krijgt, en wees er heel zuinig mee. Ja, 4 euro per postzegel. Ja. En we moesten er 5 hebben. Lekker strandweertje, ja. Dit was Frankrijk. Ja, dit was weer Frankrijk. Ja, dit is ook de Atlantische Oceaan. Ja. Want we zitten hier. Hij was in de buurt van Biarritz. Vlakbij. Biarritz. Ja, onder Bordeaux. Toen weer naar Portugal. Ja. Dat was bij Leonel. Ook een leuke camperplaats. Ja. Hadden we niet veel anders dan zonnepanelen gehad. Dat was heel dicht bos. Ja. Een Portugese menu. Oh ja, wat konden we nou weer eten, Ineke? Specht. Specht, hè? Ja. Ik zie hier staan dat we specht kunnen eten. Specht. Ja. We zijn weer in Estremos. Maar dat was een andere dag wel. Ja, aan de zonnebril en aan de knijpje. Hebben we wat gedronken. Ja. Niet door de zonnebril, maar... Het is heel zonnig. Het is dinsdag... Maar toen stonden we op Alentejo? 1 november. Alentejo, hoe heet dat? Alleheilige hier in Portugal. Zo, Ineke, waar zijn we nu? Oh, nu? Ja. We zijn in het centrum van Albufeira. Ja. Heel groot winkelcentrum, maar het is heel veel. Maar heel Engels. Ja, heel Engels. En daar hebben we 9 weken gestaan op die camping. Dat was echt te lang, hè? Dat was niet leuk meer. Nee, wel lekker. Ja, dat voor Kotja. Vooraf, dat hebben we nog gedeeld. En de vlog in elkaar knutselen, want die zag ik eventjes geleden. Dat we vlog 25 hebben gepubliceerd. Nou, dan is dit alweer de ene laatste van deze vlog. Nou, wij zijn er gewoon niet heel erg vlot in. Nog steeds niet, hè? Want nou, het gaat beter. Het gaat beter. We zitten nu op de dag van publicatie, zitten we dit nog te doen. Dus, maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Ons ook niet een must. Vanavond om 8 uur gaat hij weer live. En dat was het eigenlijk. Ja. Dus Mooie compilatie. Ja, zeker. 2021 een beetje. Ja. En heel 2022. Ja. Totaal 26 vlogs hebben we toen gemaakt. En daar hebben we een compilatie gemaakt. Ja. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. En volgende week weer een reguliere. Volgende week krijgen we de paasvlog. Oh ja, ja. Dus ja, Samana Santa. Ja, dat is een hele happening hier. De hele heilige week. Dat is inderdaad een hele happening. In Lorca. Ja. Gaan we vrijdagmiddag naartoe. Ja. Aanstaande vrijdag. Morgen. 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 Morgen.
vandaag is weer de donderdag. Ja, daar merk ik me niet van. Nee, daar merk ik niet van. Ja, we gaan het zien. En, ja. En dan wordt het inderdaad ook toch van die dag van Pasenfeest hier in Dorca. Ja. En pitten we ook nog even het bezoekje aan de geode mee. Oh, dik het wel. Dat was woensdag. Ja, 3 april. Dat doen we. Dat pikken we even. Oké, nou, abonneren. Duimpje. En tot de volgende vlog. Ja, bedankt voor het kijken. Tot de volgende. Doei doei. Doei.